Dan heb je zo'n mooi bureau, zeg maar, of zo'n kantoor wat je aan en uit kunt zetten. Maar ja, je bent wel de hele tijd thuis. Hè? Je zit dus je moet er af en toe een keer uit. Even wat de frisse lucht in, eventjes ontsnappen. En waar ga je dan heen? Als je in Enschede woont, dan kun je naar het Rutbeek. Een hele mooie grote ruimte waar je eventjes kunt in de vrije natuur, zeg maar, kunt rondlopen. Maar als je daar gaat rondlopen, ja, kijk, in de zomer zijn er natuurlijk festivals, als het allemaal weer normaal is. In de winter kun je de skiheuvel op, als het weer allemaal normaal is. Maar ertussenin een beetje, dan is er nog niet zo heel veel te doen. Dus het zou gaaf zijn als daar wat moois gebouwd wordt. Ik zal even de tijd een beetje volpraten. Aan de achterkant is zo'n hele mooie lege ruimte eigenlijk, waar nog niet zo al te veel staat. En je kunt daar, daar is best wel plek, zeg maar, voor nieuwe dingen. Heel veel tekst heb ik niet meer, jongens. De opdrachtgever is het Rutbeek natuurlijk, die zijn ermee bezig geweest. En ik zal de jongens alvast voorstellen, Annelie en Pien en Arthur en Jules staat achter de pilaar, die komen dadelijk naar voren toe. Die zijn bezig geweest om een hele mooie invulling te maken voor een deel van het Rutbeek. Zodat daar ook voor iedereen, zeg maar, voor elk wat wils, wat leuks gebeurt. En ik kan alvast een klein beetje verklappen. Het is een heel speels geheel wat daar zometeen gebeurt. Ja, gewoon bij de tekst, zeg maar. Als je hierop klikt, dan... niet? In de presentatie, denk ik. Als je hem op de... Daar. Ja, en er komt er wat aan. Ze hebben een prezi gemaakt, ze moeten weer eventjes een klein beetje schakelen. Maar volgens mij komt het zo goed. Jongens, veel plezier. Maak er moois van. Nou, zoals meneer Berends al zei, het is midzomer, 30 graden en het hele Rutbeek zit vol met mensen die komen zwemmen, komen waterskiën, kan er ook, en of ja, gewoon genieten van het mooie weer. Echte trekpleister, ook voor toeristen zelfs. Maar in de winter zie je toch wel, ja, niet voldoende om daar ook echt naartoe te gaan. En dat vonden wij aanleiding genoeg om een upgrade te geven aan het Rutbeek. En vandaar de escape route op het Rutbeek. Hier kunt u een afbeelding zien van het Rutbeek, hoe het in de zomer eruit zou kunnen zien. Op dit moment is er een festival en het is er gewoon hartstikke druk, wordt veel gebruik van gemaakt. En op dagen als het 30 graden is, dan zijn de stranden ook altijd helemaal vol. En dat is dus in tegenstelling tot in de winter. In de winter is het gewoon vrijwel heel leeg, er komen niet heel veel mensen meer. En dat vinden wij gewoon ontzettend zonde van het Rutbeek. Ja, dus ons doel met deze opdracht was om mensen te laten komen naar het Rutbeek in de herfst en in de wintermaanden. En dit moet ook een reden zijn om naar het Rutbeek te komen. Dit doen wij door een escape route. Nou, wat houdt het nou in? Er staan 5 units of overkappingen verspreid over het beboste gedeelte van het Rutbeek. En we hebben ook een app gemaakt. En als je een overkapping binnenkomt, dan zie je al gelijk een QR-code. En die kun je scannen met onze app. En als je dat doet, dan begint de tijd te lopen. En het doel is dan om alle opdrachten binnen zo'n overkapping zo snel mogelijk uit te voeren. En als je de opdracht goed hebt uitgevoerd en je hebt hem voltooid, dan krijg je een nieuwe QR-code te zien. En als je die scant met de app, dan stopt de tijd. Nou, we hebben 5 overkappingen op alfabet. Aqua, breinbrekers, concentratie, doka, dat is een donkere kamer, en elektriciteit. En de opdrachten in zo'n overkapping sluiten ook aan op het thema. Zoals bij concentratie, daar is een hele grote bibbenspiraal te zien. Dat is een hele grote bibbenspiraal. Maar dat is natuurlijk best wel makkelijk. Dus we hebben ook een aantal onderbrekingen daarin gevoegd. Zoals een stuk waar je het handvat moet doorgeven, precies op de goede plek. En dat er een barrière in de weg zit en dat je door middel van gewichtjes die barrière naar beneden kunt krijgen. En al deze opdrachten die zorgen ervoor dat kinderen goed leren samenwerken en probleemoplossend kunnen denken. En dit kunnen ze later ook allemaal goed gebruiken op school. En het is ook... het is vooral bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook voor middelbare scholieren is het natuurlijk hartstikke leuk om dit met vrienden te doen.
Ja, dan de unit zelf. Dat was voor ons ook nog wel belangrijk om daarop in te gaan. Hier links is een, is eigenlijk een schuur te zien. Dat is niet het belangrijkste. Het is vooral het rolluik dat je soms ook wel ziet bij bepaalde winkels. Sommige units zijn namelijk open van de voorkant. En om het 's nachts eigenlijk hufteproof te maken, het af te sluiten, is er een rolluik waardoor het helemaal dicht is. Als we even inzoomen naar de maquette die we hebben gemaakt. Het is meer een schematische maquette. Dus wel te zien helemaal links dat er, het is een vrij grote route. Dus om dat helemaal uit te zetten op een maquette was iets te veel van het goede. Daarom hebben we de units in het klein neergezet met een plaatje erbij van wat er dan in zit. Om zo toch een beeld te krijgen van de escape route. Nou, dan ga ik iets meer vertellen over de app. De app bestaat uit twee componenten. Eén component daarvan is de kaart. Eigenlijk, je kan een kaart krijgen van het Rutbeek op de app. Als je dan bijvoorbeeld zoekt naar een element van het Rutbeek, bijvoorbeeld onze escape route, dan kan je zien, bijvoorbeeld hier, dan kan je dus in een minuutje zoeken naar de escape route. En dan kan je alle delen van de escape route op de kaart zien, zodat je erin kan lopen en alles duidelijker is. Ook het andere component is dus de QR-code scanner. Wat daarmee bedoeld is als je een unit inloopt, dat je dan een QR-code kan scannen waardoor de tijd begint te lopen. Dan ga je natuurlijk de opdracht doen die bij die unit hoort. Dan scan je de QR-code die dan vrij wordt gespeeld nadat je alle opdrachten in die unit hebt voltooid. En dan stopt de tijd. En dan kan je tijd zien in een soort ranglijst van alle andere mensen die ook de opdracht hebben gespeeld. En hier heb ik wat visualisatie van de app. Zie je bijvoorbeeld bij unit A scannen om te beginnen. Dat betekent dan dus dat je, dan sta je in die unit van, dan klik je de specifieke unit aan waar je in staat. En dan begint de tijd natuurlijk te lopen. En je probeert zo snel mogelijk zo'n opdracht op te maken, zodat je het beste op de ranglijst staat. En dan de vraag, waar gaan de units staan? We hebben gekozen om het in het bos te plaatsen op het Rutbeek. Dat is namelijk het oostelijke gedeelte van het Rutbeek. Want het westelijke, dus hier op het plaatje, de bovenkant, daar zitten veel bedrijven. En die willen wij natuurlijk niet in de weg zitten. En ook houden we rekening met de stranden en de zonneweiden, waar wel eens een festival plaats kan vinden. Die willen we natuurlijk ook niet in de weg zitten. En onze units die zijn gewoon vaststaan, dus die staan gewoon vast in het bos. Nou, dus over een paar jaar kun je met je neefje en nichtje en andere kinderen uit de buurt naar het Rutbeek komen en daar onze escape route doen. En we willen graag Denik Scholten bedanken, dat is de parkmanager van het Rutbeek, voor deze mooie opdracht. Top jongens, ziet er gaaf uit. Bart? Ja, volgens mij heeft iedereen thuis er ook al zin in. En dat kan ik me natuurlijk goed voorstellen. Iedereen wil erop uit. Maar er is echt een grote zorg. Hoe hou je dit netjes en heel? Er zijn dus wel inderdaad dingen voor nodig. Je zou gewoon werknemers van het Rutbeek rond kunnen laten lopen ter observatie. Nou is het natuurlijk wel dat het 's nachts dus wordt afgesloten. Maar alle bijkomende klachten of dingetjes die kunnen, wat ons betreft, wel kunnen wel op worden gelost door de medewerkers van het Rutbeek. En we hebben ook alle onderdelen zitten ook vast aan kettingen. Dus je zou bijvoorbeeld bij de doka moet je een zaklamp gebruiken. Die ligt daar niet gewoon los. Die zit wel echt aan een ketting, zodat je die niet mee kan nemen. Juist. Nou, verschillende mensen zeggen, mooi gevisualiseerd en ook goed doordacht. Hadden jullie nou een voorbeeld uit de praktijk? Dat je denkt van ja, zoals ik het daar heb gezien, zo wil ik het hier ook hebben. Er is wel wat ingeving gekomen uit de realiteit. We zijn heel lang bezig geweest met een echt goed, concreet idee. En op een gegeven moment kwamen we op de kaartfabriek. Dat heeft een onderdeel, in Utrecht zit dat, heeft een onderdeel Prison Island. En dat is toch wel vergelijkbaar met hier. Dus daar komt zeker inspiratie van aan. Ja, en ook op het Hulsbeek is een route te vinden. En daar gebruiken kleine kinderen het. En ook hardlopers om te sporten. Dus die route wordt ook het hele jaar gebruikt. Dus dat was ook inspiratie voor dit project. Ja. Hebben jullie delen van die escape route ook zelf al getest, gemaakt, gedaan? Het is, leek voor ons wel, aangezien het vrij groot is, om dat in het echt na te
boot te gaan bouwen. Misschien zelfs, dat leek ons wel veel werk. En we hebben eigenlijk ook niet echt hele goede vergelijkbare dingen gevonden in het echt. Dus dat was voor ons vrij lastig. Hey, en een vraag van mijzelf nog. Jullie plaatsen dit nou in het bosgedeelte bij het Rutbeek. Maar er is natuurlijk ook heel veel water en strand. Kun je dat thematisch ook niet verwerken? Ja, dat hebben we ook gedaan met de Aqua Unit. Daar wordt gebruik gemaakt van het water van het Rutbeek, zodat kinderen daar ook wat over leren. Ja, super, super. Ik kom ook. Ja. Nou, dat is mooi. We komen allemaal. Dankjewel jongens, top.